leuk dat je weer kijkt. Ik ben Mirjam. Ik ben Astrid. En vandaag gaan we crazy knutselen. Crazy klooien. Knutselen. Oh. En vandaag doen we dat met beton. Un estreno de bananas. Wat heb je nou allemaal nodig om van beton een paddenstoelstoeltje te crazy knutselen? Nou, het volgende. Beton natuurlijk. Oh. En een tuiltje en een emmer. Een PVC-buis, koppelstukje en een dopje. Vaseline. Een zaag. Water. En natuurlijk handschoenen voor de veiligheid. Crazy tip 1. Beton, dat is dus best serieus spul. Dus krijg het niet op je huid, smeer het niet op elkaar. Je huid droogt er onwijs van uit, dus voorzichtig. Het is geen dagcreme. Voordat we beton kunnen gaan storten... Ja. Moeten we die vorm insmeren met vaseline, want anders krijgen we die tel er niet meer af. Krijg je hem er van zijn leven lange na niet uit. Muur vast. Echt lekker goor. Emmer. Superleuk, Astrid. Nou, hoe zorgen we nou dat die hoed en die steel straks stevig op elkaar zitten? Daarvoor hebben we een stukje PVC-buis. Die gieten we straks mee in het beton. Dan doen we er zo'n koppelstuk tussen. Zagen we natuurlijk af op de juiste lengte. En dan zit het stevig op elkaar en heb jij een hele mooie paddenstoel. Ja, we hebben gekozen voor beton. Wat je niet ingewikkeld hoeft te mengen met waterverhoudingen en hoeft te roeren. En je gooit eigenlijk het water in de vorm, het beton erbij. En dan wordt het vanzelf goed. Bijna vergeten. Handschoenen aan. Even kijken, ik vind dit mooi. Nee, kijk dan. Ja, ik heb zo'n grijs, blauw. Nou, ja, mag jij die. Nog een crazy tip, je mag alleen maar crazy knutselen samen met een volwassene. Beetje saai, maar wel beter. Ik weet niet of er een charmante manier voor is, maar... Ja, we gaan het zien. Hey, dat koppelstuk zit op die buis, ik duw hem erin, hou hem op zijn plek en jij gooit hem eerst deze maar bij. Ja. Oh, dit is zo tering zwaar. Ja, dit is... Jongens, ik kan beter gaan roken. Ah. Hey, nou, die andere buis, die duwen we er tot halverwege in, zodat hij niet aan de bovenkant eruit komt, maar wel vast zit. Je voelt al dat hij hard wordt. Astrid, hier op de zak staat binnen 15 minuten hard. Klopt dat? Ja, het wordt wel iets harder, maar ik heb gemerkt dat het eigenlijk een week duurt. Ah. Ja, een week. Die tijd, moet ik even kijken. Nee, die tijd hebben we niet. Ik ga hem nu toveren. Zo, even de hardheid testen. Ja, hij is hard genoeg. Hij is droog. Oké, blijft dit de kleur? Mooie champignonnenkleur? Ja, maar dat is hij al, hè? Ja, dat is hij al. Saai. Maar welke kleur krijgt hij wel? Ja, rood met wit. Ah, lekker klassiek. Kijk nou. Als jij je baard en je snor even bij scheert, vertel ik even over de kleur die ik heb gekozen. Want pottenverf, die konden zoveel beton al 24, 25 euro kosten. Ik heb voor deze testers gekozen. €1,99. Ik hoop wel dat we genoeg hebben. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Kloddertje hier, een kloddertje door. Zo, klaar is Kees. Doei. Doei. Zullen we iets langer afsluiten doen? Nou, waarom? Nee, ik heb nog wel eigenlijk iets toe te voegen. Want kijk, dit is best een kleine crazy paddenstoelstoel geworden. Het is voor een heel klein kindje. Dus eigenlijk... Ja, grote tel, grote emmer, groot stoel. Dan heb je een grotere paddenstoel. Easy. Crazy, easy. Hoi. Hoi.